brand in een champignonkwekerij in Bavel, studenten die shoppen in het klooster aan de Hopmanstraat en een voorleesmiddag in de bibliotheek. Dit is het weekoverzicht van Breda Nu. Met het weekend voor de deur laten wij u vanavond graag de Bredase gebeurtenissen van de afgelopen week zien. Grote rookwolken trokken afgelopen zondagavond over Breda toen de brand uitbrak in een champignonkwekerij in Bavel. Verschillende Bredanaars ontvingen een NL Alert met de oproep om ramen en deuren te sluiten. De dag na de brand was de schade pas echt goed te zien. Zondag 30 april is bij een champignonkwekerij aan de Wouwerbeekseweg in Bavel een grote brand uitgebroken. Twee loodsen van 50 bij 40 meter zijn verwoest. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De zwarte rook van de brand die heeft zich over een groot gebied verspreid. Alle ramen en deuren moesten dicht. En de politie die heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Ja, het was wel heel heftig. Jammer voor die mensen. Het is gelukkig dat het huis niet geraakt is, maar ja, jammer. Er is niks aan te doen. Ik heb te doen met de mensen waar het gebeurd is. Het is vreselijk wat die mensen mee moeten maken. Dus wat je ziet, dat is, daar word je bang van. Ja, iets groots voor mijn vader en moeder. Want die wonen erachter en die zeiden gisteravond toen ik hen aan de telefoon had zo van... Nou, wat een grote, stinkende rookwolk achter ons huis. Volgens mij staat de champignonkwekerij in de fik. Wij hebben voornamelijk het nieuws gezien en appjes natuurlijk van dorpsbewoners en vrienden. Die daar maar verder hebben er niet zo heel veel van meegekregen. Ja, er gebeurt niet zoveel hier in Bavel. Ja, als er dan zoiets zijn, is het toch spectaculair, hè? We hebben de deuren wel dicht gehouden. We hebben inderdaad, wat er ook in het nieuws stond, de dingen dicht gedaan. Maar dat was het. Het schijnt wel heftig geweest te zijn met al die champignonnetjes daar in die champignonkwekerij. Nu de zusters uit het klooster aan de Hopmanstraat zijn verhuisd, mochten studenten van de NNTV de spullen die de verhuizing niet meemaakten gratis uitzoeken. En daar waren de studenten erg blij mee. Komende maandag ontvangt NATV de sleutel van het klooster aan de Hopmanstraat dat onderdeel wordt van de nieuwe NATV-campus. De zusters die in het klooster woonden zijn reeds verhuisd naar hun nieuwe onderkomen. Ze hebben niet alleen ruimte gemaakt voor een jongere generatie, maar lieten ook een hoop spullen achter die de verhuizing niet meemaakten. En dat mochten studenten met belangstelling gratis uitzoeken. Studenten lieten zich dat natuurlijk geen twee keer zeggen. De tafel, stoelen, kasten en serviesgoed van de zusters waren ze erg blij mee. Maar ook de staf van Sinterklaas, kerstballen, bijzondere schilderijen en zelfs een orgel zullen de Bredase studentenhuizen opfleuren. Binnen een uur waren al veel van de spullen van de zusters dankbaar opgehaald. Hoewel, een aantal spulletjes zoeken nog een nieuw onderkomen. Ik zag hem tegen de muur staan en ik denk, wow, Sinterklaasstaf. Ja, ik ben de baardland laten groeien. Ja. Wat ga je ermee doen thuis? Ik heb nog geen idee, ik vond het ding gewoon veel te mooi. En waarom ben je hier vandaag gekomen? Nou, ik was net op weg naar huis en toen zei mijn maatje, yo Tim, je moet naar de klooster komen, want dan mag je gewoon binnenlopen en pakken wat je wil. Dus ik dacht, ja, ik waag het eens een kans en toen zag ik die staf staan. Waar ben je nog meer naar op zoek? Geen idee. Gewoon kijken of ik iets zie en waarvan ik denk van, wow, dat ziet er vet uit. Hey, wat hebben jullie gescoord? Geen idee. Waar kom je voor? Had je een idee, had je een doel? Nou ja, we zijn bezig met het organiseren van een introductiekamp voor de NNTV, Camp Lost. En het thema is industrieel, dus een schep, een emmer, een mooie klok. Maar ja, dit is mijn mooiste vangst, maar ik heb geen idee wat het is. Nu de lente in volle gang is, vond er afgelopen weekend een lentefair plaats in het Rondeel. Op de lentefair was een infomarkt, konden Bredana's terecht voor tweedehands spulletjes en wandelden de sportievelingen mee met de tientjeswandeling.
Stichting Tientjes, de Tientjes Academie en een Vrije Uitloop organiseren een gratis toegankelijke lentefair in het Rondeel aan de Kloosterlaan 14 te Breda. De gehele dag door is er een infomarkt, kraampjes met leuke spullen en ook zijn er tweedehands cd's, dvd's, boeken en kleding te koop. Deze fair die wordt georganiseerd door Stichting Tientjes, de Tientjes Academie en de Vrije Uitloop. De Stichting Tientjes is de oudste van de drie. Die is in 2010 opgericht door ons toen we in de bijstand en de voedselbank zaten. Waarin we mensen uitdaagden om van de bank af te komen en werk te maken van passie. Daarin ontdekten we dat mensen dat best weten, maar bang zijn. Toen hebben we de academie opgericht waar we mensen trainen in communicatieve vaardigheden. Zodat je durft te gaan staan en te zeggen van weet je, dit ben ik. Nou, daar staan er hier twee, drie die zeggen van kijk, dit ben ik. En de Vrije Uitloop is nog weer daarna gekomen en dat is een coöperatie waarin mensen met een bijstandsuitkering een deel van hun uitkering zelf kunnen verdienen door te ondernemen naar vermogen. En die drie werken samen en doen mooie dingen in Breda. En het doel van deze lentefair? Ja, daar zal ik iets over vertellen. Het doel is om Stichting Tientjes, de Tientjes Academie en de Vrije Uitloop, om mensen vanuit die organisaties zichzelf te laten promoten. En om onze de activiteiten die wij doen aan heel Breda kenbaar te maken. En we verkopen verschillende spulletjes vandaag en er zijn diverse workshops. Dus het wordt een hele leuke dag vandaag. We hebben een lentefair. Hebben jullie ook een winterfair? Nee, maar dat is misschien wel een goed idee. Ja. Zeker. Ik hoorde over de ondernemers. En ik hoorde ook over scharrelondernemers. Wat zijn scharrelondernemers? Ja, scharrelondernemers zijn mensen met een bijstandsuitkering die een deel van hun uitkering zelf mogen verdienen door te ondernemen naar vermogen. En dan zijn er een aantal van hier die zichzelf promoten. We hebben ook mensen die vanuit de opleiding opstaan en vol hun eigen bedrijf gaan runnen. En daar hebben we er ook een paar hiervan en daar is Laura er eentje van. Dus Laura is een ondernemer. En wat voor ondernemer? Ervaringsdeskundige coach voor mensen met een eetstoornis. En dat betekent dat ik zelf een eetstoornis heb gehad en die heb overwonnen en daarmee zeg maar nu mensen help. Vanuit mijn eigen praktijk aan huis help ik mensen of begeleid ik mensen om een eetstoornis zelf te overwinnen. Ik heb ook begrepen dat deze fair dat is eigenlijk om Tientjes dus te promoten. Ja, klopt. Tientjes en de Tientjes Academie en de Vrije Uitloop. En we hebben buiten ook een open huiskamer, omdat we ook een project hebben samen actief met Tientjes tegen eenzaamheid. En daar proberen we op die manier taboe te doorbreken. In dit weekoverzicht kijken we ook naar wat ons opviel op social media en in de krant. Een kort overzicht. Spanjaard Schatfestival in nieuw jasje. Lekker muziek luisteren in een bootje. Het Spanjaard Schatfestival slaat een nieuwe weg in. Er komt meer sfeer, meer entertainment en het niveau van de artiesten ligt nog hoger. Ook is het uiterlijk van het festival aangepakt en worden bezoekers met een bootje aangespoord om aan te leggen bij het ponton. Daarnaast komen er spots met sfeerlichten en grote doeken voor extra aankleding. Clico Klapper. Afgedankte afvalbakken veranderen in regentonnen. Jos Brok heeft een plan bedacht om duizenden afgedankte afvalcontainers in regentonnen te veranderen. Hij heeft er subsidie voor gekregen en presenteert de getransformeerde tonnen op 13 mei tijdens de Week van ons Water. De Bredanaar heeft de eerste kliko's opgekocht die zijn ingeleverd door inwoners van Bavel en Ulvenhout. Ze worden van een kraantje voorzien en beschilderd door mensen van een dagbesteding in Effen. Natuurlijk hebben we in dit weekoverzicht ook weer een foto van de week. Deze foto is gemaakt door Tamara Verhoog in het Markdal en hebben we ontvangen van In Breda. Afgelopen woensdag verzamelde zich een groepje enthousiaste kinderen in de bibliotheek, waar Tini de kinderen met veel plezier voorlas. Het was niet alleen een leuke middag voor de kinderen, maar er zat ook een duidelijk doel achter de voorleesmiddag. In de bibliotheek in de Nieuwe Veste is een voorleesmiddag gehouden om het belang van voorlezen bij te brengen. Wat is volgens u het belang van voorlezen? Mensen denken voorlezen is leuk. Maar wat niet iedereen weet, dat voorlezen superbelangrijk is voor je taalontwikkeling. Want voorlezen helpt ook letterlijk het aantal woorden wat je kent te ontwikkelen. En het onderzoek blijkt dat als je veel woorden kent tot je beschikking hebt, dat je ook gewoon
goed kan praten en je uitdrukken in je taal. Dat is heel belangrijk, want de kinderen die lezen, die krijgen een betere woordenschat, betere zinsopbouw. En dat is in hun dagelijks leven en op school natuurlijk heel belangrijk. Je merkt ook de verschillen. Kinderen die bijna niet lezen, die hebben daar wat meer moeite mee. Dus wij zeggen, je moet beginnen bij het begin. Dus je moet eigenlijk baby's al voorlezen. En dat doen we ook. Dat doen ook natuurlijk vooral ouders. En dat stimuleren we bijvoorbeeld met deze voorleesmiddagen. En wat voor reactie krijgt u van de kinderen en van hun ouders? Ja, ze vinden het eigenlijk allemaal wel heel leuk. Dat zag u er net, ouders gaan klappen en de kinderen zitten toch goed te luisteren. Als het verhaal een beetje aanspreekt, daar probeer ik ook mijn best voor te doen. Om die boeken uit te zoeken. Tussen vierjarigen, zo rond 4 jaar zoek ik de boeken uit. En het verhaal moet natuurlijk aanspreken en dat is heel belangrijk. Hoe merkt u het belang van lezen terug bij de bezoekers van de bibliotheek? Nou, wij merken dat er steeds meer mensen aan ons vragen waarom voorlezen belangrijk is. Het heeft ook een beetje te maken met dat, wij merken het bijvoorbeeld op school. Wij doen nu heel veel, werken samen met leerkrachten op scholen om kinderen meer en beter te laten lezen. En heel veel ouders denken van oké, dat gebeurt op school, dan hoef ik het thuis niet meer te doen. Dat is fijn, want ik heb genoeg andere dingen te doen. En wij zeggen dan juist, je moet thuis ook blijven voorlezen. Want voorlezen en lezen is letterlijk kilometers maken om je eigen taal te ontwikkelen. En hier in het pand is natuurlijk ook een cultureel centrum. Wat is jullie relatie daarmee op het gebied van lezen? Nou, een voorbeeld daarvan is dat je kunt als kind kun je woordenschat uitbreiden door te lezen. Maar stel dat je nou niet zo van lezen houdt, dan kun je dat ook doen. En dat doen we op scholen door bijvoorbeeld met woorden te werken met theater of met filmpjes te maken. En dat lijkt een ingewikkelde manier om een taal te leren, maar het werkt heel goed bij sommige kinderen, die bijvoorbeeld heel visueel zijn ingesteld. En daarmee werken wij ook samen met onze theaterdocenten of docenten beeldende kunst op scholen met kinderen om eigenlijk hun taal nog beter te leren ontwikkelen dan zonder. Want op welke andere manieren promoten jullie het lezen en het voorlezen? Op talloze manieren. Dus wij doen het hier in de bibliotheek. Wij doen het op scholen. Wij doen het via de leerkrachten op scholen bij ouders. We hebben een uitgebreid programma om eigenlijk mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen, om die weer bij te scholen. We geven taalles aan nieuwkomers, aan vluchtelingen met hun kinderen. Eigenlijk een enorm scala van activiteiten die allemaal gericht zijn op eigenlijk houden van lezen en houden van je eigen taal. Naast het feit dat het gewoon leuk is om te doen, is het erg belangrijk dat je met je kinderen blijft voorlezen en dat je, als ze kunnen lezen, dat je ze stimuleert om te lezen. Als ze wat ouder worden, dat je ze eigenlijk uitdaagt om te gaan lezen. En daar zijn bibliotheken nog steeds super belangrijk voor. Dit was het weekoverzicht van Breda Nu. Straks kunt u nog kijken naar onze rubrieken Mijn Plek, Werk aan de Winkel en Vraag op Straat. Mocht u nog meer van Breda Nu willen zien, dan kunt u natuurlijk kijken op onze website of op onze social media kanalen. Voor nu wens ik u een fijn weekend en graag tot volgende week.